Oké, sorry kat, maar ik moet helaas afstand van jou doen. En ik duw je in dit gat, maar dat wilde ik niet hoor. Het is puur om Jeroen even terug te pakken. Ik hoop dat je het overleeft en ik hoop dat je in goede handen bent. Doei. Hij wilde niet in. Ga erin, dude. Oké, top. Oké, staat hij nou of niet? Hij staat niet. Oké, top. Nou, die zit er mooi in. Deze doen we 2 breed, zodat hij hem goed hoort. Zodat hij hem elke keer hoort als hij langs loopt. Sorry, maar ik duw jou er lekker even in. Hoppakee, die zit erin. Let's go. Oké, weet je wat? Ik duw hem hier gewoon achter, zodat hij hem eigenlijk nooit gaat zien. Helemaal in de hoek. Zo, hij kan nu wel een beetje gaan draaien. Maar wanneer komt hij? Ja, hij komt maximaal hier, denk ik, om hier iets te doen. Maar waarom zou je hier naar achter gaan lopen? Ik doe hem nog iets verder als het kan. Dat kan net nog een beetje misschien. Zo. Er is nog eentje die hij eigenlijk niet moet kunnen vinden, zou je zeggen. Oh, daarachter. Zie je dat helemaal daarachter? Oké. Dat is de klus, jongens. Dat is de klus. Doei, doei. Hoppakee. Of kan je het vanaf hier wel zien? Echt net. Als ik het bed hier neerzet, misschien dan helemaal niet meer. Want als ik even een extra slap erbij fix. Of zie je het nu helemaal? Nee, je ziet het wel. Ik denk dat je het bijna niet ziet. Ik bedoel, je gaat slapen en dan, ja, je ligt hier en nee, dat ga je niet zien. Dit ga je echt niet zien. Alleen als je zo zit. Maar wie gaat nou zo voor zijn bed staan? Ik denk niemand. Dus dit komt helemaal goed. Hartstikke mooi. We hebben mooi wat katten bij Jeroen afgeleverd. Hey, geen probleem, vriend. Het is je gegund.